Hallo jongens en meisjes, ik ben Marloes en ik ga jullie weer voorlezen uit het boek van Pluk en de Pettenflat. En vandaag gaat het over Langhorst en de Majoor. Luister maar. Aan de achterkant van de Pettenflat was een plantsoen met een brede singel. Pluk reed er op een ochtend langs met zijn kraanwagentje. Plotseling stopte hij. Er was iets heel geks in het water. Hij zag iets boven de oppervlakte uitsteken. Het was iets bruins. Het had een staart. Lieve help, het achterste van een paard. Een verdronken paard, mompelde Pluk verslagen. Wat vreselijk. Hij stapte uit en ging naar de kant. Jawel, nu zag hij het heel duidelijk. De billen van een paard. En de kop was niet meer te zien. Het arme dier, zei Pluk. Zou hij met zijn hoofd in de modder zitten? Hij keek om zich heen of er iemand was die hem kon helpen. Maar er waren op dit moment geen mensen in het plantsoen. Maar nu zag hij een eind verder nog iets boven het water uitsteken. Pluk liep er naartoe. En nu zag hij tot zijn grote verbazing nog een paard. Ditmaal een paardenkop. Twee paarden in de vaart, riep Pluk. Nee, één, zei de paardenkop. Eén, schreeuwde Pluk. Niet waar, twee. Daar verderop zag ik het achterste van een paard. Dat ben ik ook, zei het paard. Dat zijn mijn billen. Maar dat geloof ik niet, stamelde Pluk. Ik zal met mijn staart zwaaien, zei het paardenhoofd, dan zul je het zien. En nu zag Pluk in de verte de staart van het achterste hevig heen en weer gaan. Je moet wel een erg lang paard zijn. Ben ik ook. Ik ben Langhorst, het langste paard van de wereld. En waar hoor je thuis? En van wie ben je? Wie is je baas? Vroeg Pluk. Help me liever op het droge, zei Langhorst. Help liever in plaats van uren te staan meieren en vragen. Heb je een kraanwagen? Of heb je geen kraanwagen? Oh ja, zeker, zei Pluk. Ik help je. Kun je misschien iets dichter bij de wal komen? Langhorst waadde moeizaam naar de kade. Pluk maakte de haak van de kraan vast aan zijn halster en ging in zijn wagentje zitten. Pas op, daar gaat hij dan, riep hij. Op dat moment kwamen er twee militairen de hoek om. Ze liepen hard. Langhorst, riepen ze, wat is er gebeurd? Hij is in het water geraakt, zei Pluk, en ik probeer hem eruit te trekken. Dat is flink van je, mijn jongen, zei een van de militairen. Ik ben de majoor en Langhorst is mijn peert. En dat daar is de adjudant. Hijs ze maar. Pluk liet zijn kraan werken en daar kwam het paard langzaam naar boven. Je moet zelf een beetje meewerken, schreeuwde Pluk. Dat doe ik al, riep Langhorst. Maar mijn hoeven zitten in de modder. Hoe heb je toch zo onvoorzichtig kunnen wezen, vroeg de majoor. Ik heb je nog zo gewaarschuwd. En tegen Pluk zei hij, jij bent geloof ik die jongen die in de torenkamer woont. Ik heb je al meer gezien. Ik woon ook in de Pettenflat. Heb je het naar je zin? Oh ja, zei Pluk, ik woon daar heerlijk. Komt er nog wat van? Pries de Langhorst. Ik word al kouder en kouder. Schiet een beetje op. Het ging maar heel langzaam en het duurde erg lang voor het paard met alle vier zijn hoeven op het droge stond. Bedankt, bedankt, zei de majoor. En als ik je soms eens helpen kan, graag. Je weet nooit of ik niet iets terug kan doen voor je. Tot ziens. Tot ziens, zei Pluk. De majoor steeg op zijn paard en zat vlak achter het paardenhoofd. De adjudant ging bij de staart zitten. Zo doen we het altijd, zei de majoor. Want onze Langhorst is bang dat hij anders zal doorbuigen en mag nooit iemand in het midden zitten. Daar ging het paard Langhorst en Pluk keek ze na. Hoewel het maar twee mensen waren op een paard, leek het net op een hele optocht.
Pluk moest nog een paar boodschappen doen. Beladen met een tas vol brood en peren kwam hij in zijn torenkamertje binnen. Zaza, riep hij. Zaza, waar zit je? Zaza, lust jij ook een perenschilletje? Hij zag zijn kakkerlak nergens. Pluk zocht en zocht en werd ongerust. En toen hoorde hij eindelijk het hele kleine stemmetje van Zaza. Pas op, trap niet op me. Dadelijk keek Pluk naar beneden. Waar zit je dan? Onder de mat, zei het stemmetje. Pluk lichtte voorzichtig de mat op. En jawel, daar zat Zaza. Waarom zit je daar? Was je weggekropen? De dame was er weer, zei Zaza. De dame met de spuitbus. Wat? Mevrouw Helderder? Kwam ze binnen? Riep Pluk. Maar dat kan niet. De deur is altijd op slot. Ik heb een sleutel. Ze kwam niet binnen, maar ze keek door het raam, zei Zaza. En ze heeft me gezien. En ik werd zo verschrikkelijk bang. Ik dacht, straks spuit ze nog door het raam heen. En toen ben ik weggekropen. In elk geval is ze nu weg, zei Pluk. Kom maar tevoorschijn, Zaza. Hij gaf de arme geschrokken kakkerlak een stukje perenschil. Maar na even proeven, zei Zaza. Nee, appelschillen zijn lekkerder. Oké, zei Pluk, dan weet ik dat ook weer. Maar diezelfde middag, toen hij uit wou gaan, kwam er in de grote hal van de pettenflat een man naar hem toe. Een man met een pet op. Het was de portier van de pettenflat en keek heel nors. Vertel eens, ventje, zei hij. Is het waar dat jij boven in de torenkamer woont? Ja, zei Pluk, daar woon ik. En hoe lang woon je daar al? Vroeg de portier. Een week of zo, stamelde Pluk. En wie heeft jou daar toestemming voor gegeven? Vroeg de portier. Pluk aarzelde even. Toen zei hij, niemand. Dat dacht ik al, zei de portier. Stiekem ben jij daar gaan wonen, helemaal zonder vergunning. En zelfs zonder het mij te vragen. Hij keek nu nog bozer. Waarom heb je het mij niet gevraagd? Vroeg hij. Pluk wou zeggen, ik wist niet eens dat u bestond. Maar hij zweeg, want het leek hem niet zo'n goed antwoord. Toevallig heb ik het gehoord, zei de portier. Mevrouw Helderder heeft het me verteld. En dat is maar goed ook. Jongetjes die stiekem in een huis trekken, die deugen niet. Dus pak je boeltje maar in en verdwijn uit de torenkamer. Begrepen? Pluk stond met een hele rode kleur te luisteren. En hij voelde dat er tranen in zijn ogen kwamen. Nu had hij een huisje, een heel fijn huisje. En dan moest hij eruit. Hij snikte en veegde met zijn hand de tranen van zijn wang. Wat is hier aan de hand? Vlak naast hem stond de majoor. Hij had zojuist Langhorst in de wei gebracht en was nu bezig om naar zijn flat te gaan. Wat gebeurt hier? Vroeg hij nog eens. Deze jonge man woont in de torenkamer, zei de portier. En hij heeft er geen vergunning voor. Hij moet eruit. Wat een onzin, riep de majoor boos. Er woonde helemaal niemand in die toren. Die kamer stond al lang leeg. Wees blij dat er nu iemand woont. En nog wel zo'n aardige jongen die iedereen helpt met zijn kraanwagen. Ja, maar, begon de portier. Geen ja, maar, snauwde de majoor. Van mij mag hij blijven. En geen gezeur meer, verstaan? Ja, meneer de majoor, zei de portier. Dan is dat weer in orde. Tot ziens, mijn jongen. En de majoor beende naar de lift. De portier zuchtte en zei. Nou, vooruit dan. Voorlopig zullen we het eens aanzien. Ik mag blijven? Vroeg Pluk. Voorlopig, zei de portier. Opgelucht ging Pluk de deur van de pettenflat uit. Hij had niet gezien dat mevrouw Helder er ook in de hal stond. Ze had het hele gesprek van Pluk en de majoor met de portier afgeluisterd. En nu Pluk weg was, kwam ze uit haar hoek tevoorschijn. Ze ging naar de portier toe en ze begon te fluisteren. Ik versta u niet, zei de portier. Kunt u iets harder zeggen, mevrouw? Mevrouw Helderder zei het iets harder en de portier verbleekte. Nou, hoe dat af zal lopen, dat gaan we de volgende keer horen,
Slaap lekker weer.